Dit is RTL 5. Bij RTL 4 op reis naar de sterren in Marlène exclusief. Bij de Young One kijk je bij de marine. En zometeen hier bij RTL 5. Ook buiten het seizoen is er genoeg te beleven in RTL Formule 1 Magazine. Met Olaf Mol en Albert Kalf. Tot zo. Welke reinigt beter? De Braun Oral-B 3D of een gewone tandenborstel? De 3D pulseert diep tussen de tanden, maakt de plak voorzichtig los en veegt het efficiënt weg, zelfs van moeilijk bereikbare plekjes. Terwijl een gewone tandenborstel, nou ja, dat weet u. De Braun Oral-B 3D helpt je tanden gezond te houden, een leven lang. Ben jij een meer dan gemiddeld beller? Of ben je een op de havenklap beller? Of ben je een kort maar krachtig beller? Wat voor beller je ook bent, Telfort biedt Clarity. Het voordeligste mobiele abonnement. Nu zelfs de eerste 3 maanden gratis. Kijk op watvoorbellenbenik.nl. Wat voor beller je ook bent, Telfort biedt Clarity. Het voordeligste mobiele abonnement. Nu zelfs de eerste 3 maanden gratis. Kijk op watvoorbellenbenik.nl. Happy Poepa. Poepa, een Italiaanse allure. Voor jou. Weg met de winter. Nu bij de Fiat dealer. Tot 2000 gulden aan zomerse reischicks bij een nieuwe Fiat. Nobody wants to stay married these days. Would you sleep with him? I did not sleep with your friend. I messed around with your friend. Morgen om 8 uur, Divorce Court. This is so touching. Daarna om 8:30 Babysitter's Seduction. Looks like a suicide. She had a great life. Een kinderoppas krijgt de schuld van de moord op de vrouw des huizes. Daarna gaat Rick Engelkes weer op zoek naar de echte mannenbeleving in Toys for Boys. Gaan we maar eens even uitproberen. We gaan hem eens even lekker uitlaten, deze jongen. Na Toys for Boys, K1, Milène knokt door. Daarin de grote finale van het K1-toernooi, wat in de Tokyo Dome wordt gehouden. Milène is erbij en volgt Ernesto Hoost en Peter Aerts. Divorce Court, Babysitter's Seduction, Toys for Boys en K1, Milène knokt door. Dit en meer morgen op 5.